Ik zit hier met Marjan Minnesema van Urganda en zij is een evenement aan het organiseren wat zijn gelijke niet kent. We hebben al 2 weken lang zit iedereen in de ban van de Elfwegentocht. En aanstaande zaterdag de 14e gaan we 1000 elektrische voertuigen verzamelen om een wereldrecordpoging te wagen. Nou, ik wil iedereen gewoon van de Vereniging Elektrische Rijders en iedereen die überhaupt met een elektrische auto hoort zeggen, kom gewoon naar Leeuwarden op zaterdag. En we gaan even over praten wat dat nou eigenlijk betekent. Maar Jan, jij bent al aardig bezig om Friesland op zijn kop te zetten, hè? Zonder benzine en zonder brandstoffen. Wat is het idee? Ja, in Friesland 2 weken lang, dus van 1 tot en met 14 juli, reist iedereen zoveel mogelijk duurzaam. Dus we hebben daar lifttrekken gemaakt, we hebben daar deelauto's heen gehaald, extra laadpunten, groen gas, blauwe dieselvulpunten, paarden, meerijlijsten, nou van alles en nog wat. Een elektrisch vliegtuig. Een elektrisch vliegtuig is langs geweest en op zaterdag de 14e, dus aanstaande zaterdag, dan is de grote parade. En dat is dus van mensen op skiers, segways, fietsen, tot elektrische vliegtuigen die overkomen, elektrische bootjes die via het aquaduct ons kruisen en noem maar op. Dus we maken er een heel groot feest van. Er moet een beetje een kruising zijn tussen het carnaval van Rio en de Elfstedentocht. Dus er moet gewoon een heel groot feest zijn, een beetje bont. Er komen grootouders voor het klimaat in paarden, trams en een speciale recreatie gaat. Heeft een soort carnavalsoptochtwagen met een hele grote wereldbol erop. Nou, weet je, dat wordt heel bont. Ja, dat wordt echt heel gezellig. Ja, en onderdeel is dus dat we het wereldrecord langs de stoep elektrische auto's achter elkaar willen vestigen. Dus we willen eigenlijk minstens 1000 elektrische voertuigen achter elkaar hebben. Ja, ik heb meegedaan aan de eerste. Die was 300 in Zaandam met de molens en zo. En toen geloof ik Berlijn was groter. Mm-hmm. Wie heeft nu het record? Nou, een officieus record was in Eindhoven, maar die hebben een gat laten vallen tussen een aantal voertuigen en dan telt het niet. Dus je moet echt dicht op elkaar blijven rijden. Je mag niet elkaar uit het oog verliezen. Dus we gaan in een V-vorm en we hebben allerlei dingen gedaan. Het is een rechtstuk, geen bocht. De N31 wordt dus vastgezet. We zullen de weg tussen Drachten en Leeuwarden helemaal afsluiten. Wow. En we hebben dus 1 stuk waar we dan met z'n allen met 1000 voertuigen achter elkaar... Nou, dat record dit keer wel officieel willen vestigen. Dus er is tijdwaarneming, er wordt gefilmd. Er zijn allemaal regeltjes bij de Guinness Book of Records. Dus we hebben heel veel werk aan gehad. Dus ik hoop dat we het gaan halen. En we zijn nog niet helemaal bij de inschrijvingen. Dus ik hoop dat er nog wat mensen nu denken, wauw, ik ga meedoen. Hoeveel moet je hebben om het wereldrecord te verbeteren? Nou, het officieuze record stond op 800 nog wat. Ik denk dat het officiële record zelfs nog minder was. Maar wij gaan nu voor de 1000. Ja, okay. We willen in 1 keer een mooi aantal. En we hebben er dan nog wel een paar 100 nodig. Oké, dit gaat naar alle mensen die ik ken. Dus de 20.000 mensen van mijn nieuwsbrief. Maar ook gewoon de 3.000 leden van de Vereniging Elektrische Rijders. Wie mag allemaal meedoen? Wat zijn de voorwaarden om op een gegeven moment aan die parade mee te doen? Voor de recordpal is voor... voorwaarden dat je een elektrisch voertuig bent. Dus ook segways tellen nog mee schijnt. En verder alles wat je kan verzinnen van tractoren, auto's, vrachtwagens tot elektrische hijskraan. Dus iedereen eigenlijk met een voertuig mag meedoen. En daarbovenop is natuurlijk ook gewoon een grote parade. Dus als je mee wil komen op je skiers of op je fiets, dan kan je ook meedoen. Maar dan moet je even buiten dit stukje meedoen. We hebben het opgedeeld in stukken. Maar dus iedereen met een Foutlander of zo, een Outlander en een Toyota Prius met 15 kilometer. Ja. Iedereen die maar elektrisch rijdt, die mag meedoen. Iedereen die dat stuk elektrisch kan rijden. Dus je moet wel zorgen dat je vol is om dat stuk elektrisch te rijden. Maar je mag best hybride zijn als je maar niet op dat moment op je range extender rijdt. Maar dan moet je elektrisch rijden. Ja, dus alle Prius mensen niet op de gaspedaal drukken. Heel rustig rijden en zo. En dan echt zo van, oké. Dus in ieder geval, jongens, iedereen is welkom. Iedereen die een plug-in heeft en die erin zet en die elektrisch kan rijden, die mag dus gewoon meedoen. Wanneer moeten we waar zijn, Marjan? We stellen op tussen 9 en 11 in Friesland. Dus als je je meldt op elfwegentocht.nl/parade, dan vind je alle details. En de optocht start zelf om 11 uur. Dus dan gaan we echt rijden. Maar dan moet je dus al wel opgesteld staan. Dus je moet ergens tussen 9 en 10:30 daar wezen om op de goede plek te belanden. Oké, en dan zijn we klaar om hoe laat? Nou, ik denk dat we een uurtje later klaar zijn, dus zeg maar 12:00. En dan gaan we naar het World Trade Center in Leeuwarden. Daar is een heel groot parkeerterrein en daar hebben wij
tientallen laadpalen naartoe gehaald. Dus iedereen die een auto had met weinig bereik, die kan dan bijladen om in ieder geval de volgende vastnet te halen. Okay. En ik hoop dus ook op veel Tesla's en anderen die gewoon dat niet nodig hebben, want we kunnen niet duizend auto's tegelijk laden. Ja. Maar daar wordt ook een feestje. Dus iedereen neemt lekkers mee in de kofferbak te komen en neemt microfoons tevoorschijn en we gaan gewoon een leuk feestje bouwen daar. Oké, nou er zijn 100.000 auto's met een stekker in Nederland, dus, of 105, weet ik veel wat, heel veel. Dus echt gewoon 1% moeten we toch in Friesland kunnen hebben. Het wordt daarna ook, dus ook heel gezellig. Het wordt gewoon een heel leuk feestje. Het wordt een feest, ja, absoluut. Ja. En iedereen is er die iets op dit vlak doet. Dus het is gewoon ook een leuke ontmoetingsplek om mensen live tegen het lijf te lopen. Die komt Maarten Stijnboeg ook bijvoorbeeld? Ja, en er zijn heel veel mensen met allerlei soorten voertuigen die je misschien nog nooit hebt gezien. De allereerste die wij ooit naar Nederland haalden, de Think, die rijdt weer mee. Maar ook de Tesla en van alles en nog wat. Dus volgens mij wordt het gewoon Max leuk. Max die de Tesla heeft, de waterstof omgebouwde Tesla. Dat is echt ook leuk. Je kunt iedereen gewoon zien. Dus enerzijds wetenschappers, anderzijds politici. Hebben we ook nog gewoon een of andere bobo die acte de présence geeft? Fop de Haan, dat soort mensen. Iedereen die er in Friesland toe doet, die loopt daar ook rond. En wat leuk is, vlak voor Leeuwarden, dan kruisen we een aquaduct. Waar de elektrische botentocht, die ook komt diezelfde dag, die kruist dan de voertuigentocht. En op dat moment gaat ook de elektrische vliegtuig over. Dus dan hebben we echt ter land, ter zee en in de lucht. Ja, en natuurlijk gewoon degene die eigenlijk ons klimaatakkoord nu orchestreert vanuit de regering. Erik Wiebes, die is er natuurlijk ook. Nou, die kunnen we nog even uitnodigen bij deze, hè? Erik, de van het hele klimaatcontrole moet gewoon iets van 60% uit mobiliteit komen, CO2-besparing. Daar zijn nu gewoon allemaal mensen mee bezig. Wees daar, aanstaande zaterdag. Ik ben er ook, Marjan is er ook, iedereen is er. Jij moet daar ook zijn om te zien dat het echt gewoon heel goed kan, toch? Precies, het kan echt. Ja, en ik heb net gehoord dat Erik hartstikke actief is op dat klimaatakkoord. En dat, iedereen is lekker bezig. En ik vind dat Erik daar toch eigenlijk ook wel gewoon moet zijn. Zo niet Mark Rutte eigenlijk. Mark Rutte, ja, we weten dat Mark Rutte meer gewoon altijd werkt op het moment dat iedereen het belangrijk vindt. Maar goed, iedereen vindt het belangrijk. Friesland staat op zijn kop en is een mooi begin van het gebeuren. Je hebt trouwens wel heel veel belangstelling gehad, hè, met je actie. Ik zie elke dag op tv, de NOS, die zendt een kwartier uit over elke dag doe je wat anders. Daar kijken dan nog een beetje mensen naar? Ja, elke dag kijken er blijkt nu meer dan 600.000 mensen. Dus dat is echt heel veel. Het wordt uitgezonden meteen naar Nieuwsuur en ook nog een keer naar het late journaal om 12 uur. Mm-hmm. Mensen vinden het heel leuk om er heel veel koplopers aan het woord te laten. Mensen die al bezig zijn. Allerlei oplossingen waar mensen nog nooit van hadden gehoord. Dus het is een heel vrolijk en leuk programma waarin je kan zien dat het wel kan. Ja, en het is helemaal geen negatief programma. Het is een positief programma en toch kijken mensen daarnaar. Ik dacht dat mensen eigenlijk alleen maar geïnteresseerd waren in negatief nieuws. Ik denk dat mensen na al die ellende over kinderen in God, weet ik wat, het ook gewoon heel fijn vinden om even iets leuks te horen. En ook, het gaat ook heel veel over innovaties. Dus mensen die van olifantengras bakstenen maken en papier. En mensen die van algen meststoffen maken en van alles en nog wat. Ja. Waar je misschien nog nooit van had gehoord. Dus het is ook gewoon interessant. Oké, nou, ik zie je dan zaterdag, Marjan. Wordt gewoon ontzettend gezellig. En ik verwacht iedereen van de Vereniging Elektrische Auto's, 3000 leden. Je kennen allemaal minstens wel 2 mensen met een auto. Dus we gewoon moeten daar, dat moet gewoon makkelijk kunnen. Dus iedereen van de Vereniging Elektrische Rijders en iedereen die ik ken, kom gewoon mee. Als je nog geen vervoer hebt van Amsterdam naar Friesland, geef me even een WhatsAppje of een e-mailtje. Mijn nummer staat, kun je overal vinden. Dan kun je meerijden. Dus ik kan 6 mensen meenemen in de Tesla. Maar er zijn zoveel mensen die meegaan. Wees daar gewoon in Friesland op de 14e wereldrecordpoging. Maar ook een hele gezellige plek om te laten zien dat het kan. Dankjewel, Marjan. Top.